kwamen heel veel mooie woorden, excuses. En nu zien we dat heel veel mensen nog steeds vastlopen. Dat er gierende ongelijkheid is. Dat er gewoon weer plannen zijn voor nieuwe gaswinning. Maar ook bijvoorbeeld voor de bouw van een munitiedepot. Mijn eerste vraag gaat eigenlijk over dat laatste. Ik hoor mevrouw Jansen zeggen, we hebben het gevoel niet serieus genomen te worden. Dat was een citaat wat ze gebruikte van de Groninger. En als je dan hoort dat mensen in Overschild 10 jaar, 12 jaar strijd hebben moeten voeren om eindelijk hun onveilige woning versterkt te krijgen en dan nu op het nieuws moeten horen dat ze mogelijk onteigend worden voor een munitiedepot. Heeft mevrouw Jansen dan het gevoel dat deze mensen serieus worden genomen? En als dat niet zo is, zegt zij dan met ons ook nee tegen de komst van die munitiedepots? Voorzitter, nou, ik begrijp de zorgen en de emotie van mevrouw Beckerman heel erg. Want ik zie ook dat je als... ik kan het hele verhaal snappen dat als je dit hebt meegemaakt en dan ben je nog als Groninger in een herstelproces en staat er nog van alles te wachten en dan krijg je eigenlijk het volgende alweer voor je kiezen wat je zou moeten slikken. Dus ik snap dat. Ik vind het vervelend dat ik hier geen uitspraak... En dat is niet omdat ik het niet kan, maar ik moet dat overleggen met mijn fractie. Maar ja, ik begrijp ook dat het geen bevredigend antwoord is. Maar ik persoonlijk ga mijn best doen om mijn fractie te overtuigen dat dit gewoon niet zou moeten gebeuren. Omdat ik weet dat het de zoveelste klap is voor de Groningers. Een vervolgvraag. Ja, voorzitter. Kijk, en we willen dat graag begrijpen. En tegelijkertijd, als je wat langer, dan krijg je dat ook. Al die appjes van mensen die zeggen, ik ga dat debat toch niet meer kijken. Ik ben er zo ziek van. Altijd weer zo'n debat met mooie woorden en we lepelen wat mooie citaten op. En dat snap ik ook. Dat mensen zeggen, ik ga het niet meer kijken. Want ze zeggen mooie dingen, maar als het op stemmen aankomt, iets anders. Dus ik wil echt dat appel doen. We hebben NSC gehoord over goed bestuur. We hebben NSC gehoord over dat de Kamer ook zijn eigen afweging mag maken. Dus dit is echt een oproep ook aan NSC om die eigen afweging te maken. Maak geld vrij voor Van Geel, want die ongelijkheid, dat scheurt gemeenschappen. Geen munitiedepots, geen nieuwe gaswinning en sluit die kleine velden. Kom nu, als je nu al je woorden breekt, als je nu al zegt, geen Gronings gas meer. Ach ja, maar we hadden vergeten dat we toch nog uit 17 kleine velden gingen winnen. Dat we toch nog gingen toestaan. Kom alsjeblieft, dat is mijn vraag, mijn pleidooi. Kom die mooie woorden na van goed bestuur. Mevrouw Jansen. Doe die drie dingen. Ja. Mevrouw Jansen. Ja, ik hoor het indringende verhaal van mevrouw Beckerman. En ik weet ook de ruimte zeg maar, die wij als NSC hebben. Als het over punten gaat die niet in het hoofdlijnenakkoord staat, zodat wij ook een eigen keuze kunnen maken. En ja, ik ga echt mijn best doen.